kandidaten die zijn dat achteraf opgesteld aan, maar ze zijn er wel. En ze komen vandaag toch genoeg in de limelight, dus ik denk dat u met genoegen daar nog even rustig kunt zitten. Er is mij gevraagd om iets mijn mening te geven over wat ik zou willen noemen een visie op ondernemen met visie. En dat moet ik dan doen in een tijdsbestek van 10 minuten. Ik zal me daaraan proberen te houden en om die visie te geven op wat ik denk dat goed ondernemerschap is. Wellicht verwacht u nu van mij dat ik liefst met een beperkt aantal etiketten een profiel geef van de ideale manager. Misschien zou u persoonlijk graag een korte handleiding krijgen in het kamp van how to become a smashing successful entrepreneur, en dat zo mogelijk in 10 minuten, of the ideal entrepreneur as a star in 7 steps. Misschien verwondert u zich erover dat ik hier wat Amerikaanse termen gebruik. Maar dat is haast onwillekeurig. We worden erg vaak met dit soort van bestsellers uit de Verenigde Staten bestookt. En ik denk dat we in Europa wat terughoudender zijn. Ik zou zelfs, en ik heb een aantal stellingen, ik zou zelfs als eerste stelling naar voren willen brengen, is één van deze onderwerpen. En ik wil hierover dan ook graag een aantal kanttekeningen maken, ook al zijn deze mogelijk niet steeds met argumenten logisch te onderbouwen. Ik zou dit, wat ik al zei, stellingsgewijs doen, dan heeft u misschien toch nog de indruk dat er meer structuur in mijn inleiding zit. Naar de hand kunt u, als u dat wilt, toch tot de ideale ondernemer in 8 stappen komen, maar dat is dan voor uw verantwoordelijkheid en niet voor de mijne. De tweede stelling is, wat ik wil zeggen, is dat een goede ondernemer heeft gevoel voor de relativiteit der dingen. En dit sluit aan bij mijn eerste stelling, dat ondernemen situationeel gebonden is. Ik denk dat het van groot belang is dat de ondernemer zich van deze situatie bewust is. Dat betekent dat wanneer de situatie verandert, het ondernemen zou moeten veranderen. De goede ondernemer zal binnen de organisatie de geldende paradigma's moeten identificeren en deze ter discussie moeten durven stellen. Met paradigma's bedoel ik hier ingebakken structuren en clichématige opvattingen over eigen sterkte en zwakte of over de omgeving. Uitspraken als we zijn altijd goed geweest in of ja, dat hoort niet zo erg bij ons of dat kunnen we eenmaal toch niet. Dat soort van uitspraken zal bijzonder kritisch moeten worden bezien. Daarbij zal men niet alleen moeten vragen of de opvatting juist is, maar ook of de situatie zo zal of zal moeten blijven. Deze laatste vraag kan niet beantwoord worden zonder dat er een visie is op de toekomst. De derde stelling dan, een goede ondernemer heeft een visie op de toekomst. Met visie bedoel ik hier het zien van samenhangen tussen verschillende ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het vermogen hieraan betekenis toe te kennen. Daarbij moet de ondernemer reële bedreigingen van koud watervrees kunnen onderscheiden en reële kansen van valkuilen. In een turbulente omgeving als die waarin wij nu zitten, is het ontwikkelen van een visie of consistent beeld van de kansen en bedreigingen geen eenvoudige taak. Een organisatie waar de leiding geen visie heeft, is echter, vrees ik, geen lang leven scheuren. We moeten, om met Churchill te spreken, verder leren zien dan we kunnen kijken. Het hebben van een visie is een noodzakelijk element voor het ontwikkelen van het nodige zelfvertrouwen en de eigen identiteit van de onderneming. Ik acht dit zo belangrijk dat ik dit graag in een aparte stelling heb willen vastleggen. Stelling nummer 4. Een goede ondernemer geeft zelfvertrouwen en identiteit aan de onderneming. Verstaat u mij goed? Het gaat hier niet om het uitstralen van een overtrokken optimisme. Dat zou onverantwoord zijn. Het gaat er wel om te weten wat men als organisatie kan en om constructief met de mogelijkheden die men heeft om te gaan. Het hebben van een eigen identiteit is een belangrijk samenbindend element voor een organisatie, groot of klein. Voor mij liggen begrippen als identiteit en corporate culture dicht bij elkaar. Zonder eigen identiteit of corporate culture zal het proces van het ondernemen stroef verlopen en wordt het moeilijk de ondernemingsdoelen te realiseren. En met dit laatste begrip kom ik dan naar een volgende stelling, nummer 5. Een goede ondernemer weet een visie te vertalen in ondernemingsdoelen.
mijn eerste vier stellingen hadden betrekking op wat abstractere en misschien wat moeilijk grijpbare zaken. Nu gaat het echt om concrete zaken. Ondernemen zou ik willen omschrijven als het bijeenbrengen van schaarse productiemiddelen om met behulp hiervan schaarse goederen of diensten voor te brengen op een zodanige wijze dat aan de gelegitimeerde vraag van de participanten in de onderneming kan worden voldaan. Onder participanten, stakeholders is de Engelse term, rekenen onder meer de consument, de medewerkers, de aandeelhouders, de financiers, de overheid en de toeleveranciers. Met deze stelling over de ondernemingsdoelen heb ik het zowel over strategische keuzen ten aanzien van de product-mind-mix als over het allocatieproces. De vraag dus, waar een en ander gemaakt wordt en op welke wijze, bijvoorbeeld grootschalig, centraal of kleinschalig of decentraal. In mijn visie komen ondernemingsdoelen niet uit de lucht vallen en dat weten we allemaal. En ze ontstaan ook zomaar niet in het brein van de ondernemer. Het formuleren van het ondernemingsdoel is het eindresultaat van een intensief overlegproces met verschillende lagen en afdelingen in de organisatie. De goede ondernemer zal dit proces op gang moeten brengen en in goede banen leiden. Hij zal daarbij zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de inzichten en de kwaliteiten binnen de organisatie. En dat brengt mij tot stelling nummer 6. De goede ondernemer maakt optimaal gebruik van het potentieel in de organisatie. Met name de factor human capital is vaak onderbenut. De ondernemer zou moeten stimuleren, delegeren, communiceren om het in de medewerkers besloten liggende potentieel optimaal te gebruiken. Ondernemers zijn nogal eens assertieve mannetjesputters, als ik het wat oneerbiedig mag uitdrukken. Dus haakjes, een ondernemer kan voor mij zowel man als vrouw zijn natuurlijk. Maar ik ken nog geen goed vrouwelijk equivalent voor mannetjesputter. Of het zou een vrouwtjesputter moeten zijn en dat lijkt me niet zo charmant. Ondernemers willen de zaken dikwijls en meestal zelf doen. Vaak is het echter productiever de dingen te laten gebeuren, voorwaarden te scheppen, te stimuleren en te delegeren. Mijn stelling nummer 7. Goede ondernemers moeten ondernemen. Dat lijkt evident. Maar toch gedragen veel ondernemers zich meer als uitvoerders dan als ondernemers. Ondernemen betekent niet weglopen voor onzekerheden, beslissingen durven nemen, risico's lopen, fouten durven maken en fouten durven laten maken. Ondernemen betekent vernieuwen en afbreken. Sprak Schumpeter niet reeds van creatieve destructie als de essentie van het ondernemen? Ondernemen is het transformeren van ideeën en kansen in de realiteit. De goede ondernemer is resultaatgericht. Essentieel acht ik voorts dat het er niet alleen om gaat een optimaal resultaat te verkrijgen bij gegeven mogelijkheden, maar dat men ook de optimale mogelijkheden weet te creëren. En dit brengt me tot mijn achtste en laatste stelling. De goede ondernemer zoekt een constructieve relatie met zijn omgeving. Voor het goed functioneren van de onderneming is een goed ondernemingsklimaat een eerste vereiste. Dit betekent bijvoorbeeld een flexibele arbeidsmarkt, stabiele wisselkoersen, consistente en duurzame wetgeving, niet te hoge belastingen, een goede infrastructuur, een Europese markt en nog veel meer. De goede ondernemer moet zich tegenover de maatschappij willen legitimeren, maar ook voor zijn legitieme belangen opkomen. De communicatie tussen onderneming en samenleving behoort tot een van de hoofdtaken van de goede ondernemer. De constructieve relatie met de omgeving strekt zich ook uit tot de concurrenten en leveranciers. Ik zie tal van nieuwe samenwerkingen ontstaan, strategic partnerships, en co-makership relationships met toeleveranciers. Het zoeken van en het selecteren tussen de verschillende samenwerkingsvormen zie ik als een belangrijk element in de open relatie van de ondernemer, onderneming, met zijn omgeving. Meneer de voorzitter, dames en heren, er is nog veel meer te zeggen over wat goed ondernemerschap is
En ook zouden de door mij genoemde elementen natuurlijk verder uitgediept kunnen worden. De mij toegemeten tijd laat het echter niet toe en dat is ook maar goed. Ik kon slechts enkele hoofdlijnen aangeven en voor de rest, waarvan man niet spreken kan, daar uwe moest man zwijgen. Dank u wel, meneer Dekkerla. Dames en heren, dat is op zichzelf al stof tot veel discussie, deze inleiding. Nogmaals bedankt. Wij moeten nu beginnen met de kern van de zaak vandaag. Dat zijn onze kandidaten. We zullen dat zo doen. Er zijn er vijf. Ik zal u hun namen geven. En aan elk van hen en hun bedrijf wordt door ons vandaag ongeveer een half uur besteed. Het geeft ons ook nog tijd om een boterhammetje te eten en de jury om een samenvatting van hun conclusies later op de dag aan hen en aan u voor te leggen. Willekeurige volgorde. De kandidaten zijn meneer Weishaupt van Rood Testhouse. U zult hem straks wel zien als hij uit de schaduw komt. Meneer Van der Hout van Mijnhart. Meneer Witjas van Sistel. En dan na de lunch meneer Kelders van Pelikaan Nederland. Meneer Boyten van Boyten Beheer. We beginnen met meneer Weishaupt en de bedoeling is dat ze elkaar niet horen als ze nog niet aan de beurt zijn geweest. Even over nadenken. Dat betekent dus dat meneer Weishaupt nu uitgenodigd wordt om hier naar deze tafel te komen. Als hij met ons klaar is, kan hij in alle vrijheid daar de hele dag gaan zitten. En zo vervolgens met de andere meneer Weishaupt. En wij vragen u dan, ik heb het al kort aangeduid, om u voor te stellen, uw bedrijf voor te stellen, een korte beschrijving te geven en alle opmerkingen te maken die u essentieel acht, zodat wij daarna met u kunnen praten in aanwezigheid van allen die hier zijn. Meneer Weishaupt, u hebt het woord.